Ja, het is tweede paasdag, daarom hebben we vandaag geen reguliere nieuwsuitzending. Maar kijken we terug op enkele positieve verhalen die we de afgelopen tijd in onze uitzending hebben gehad. Wekelijks wordt er in het dorpshuis De Lier in Puiflijk een maaltijd geserveerd voor senioren die gezamenlijk willen eten. Deze editie is extra bijzonder omdat ze 12,5 jaar bestaan. 12,5 jaar is een lange tijd. Joke en ik zaten samen in het bestuur van het dorpshuis en dat werd verbouwd. En er was een dagactiviteit nodig. En OEP staat voor... Dat is een open eettafel project en dat is toegankelijk voor iedereen die zich eenzaam voelt, die een keertje met anderen wil eten en gewoon gezamenlijk de maaltijd en dat is een feest voor elke week. De dames van het eerste uur, mevrouw van de Heijden, 95 jaar en mevrouw Schriks, 84 jaar, zijn er deze keer natuurlijk ook bij. Ik ben een van de leden van het eerste uur. Van begin af aan erbij. Ja. Ik heb dan nooit verzuimd als moet ziek zijn, natuurlijk. Maar, maar dat is niet zo vaak. Bij zo'n feestelijk jubileum zijn veel genodigden. En bij verrassing komt er een hele nieuwe gast kennis maken. Omdat we feest hebben, hebben we natuurlijk ook al onze vrijwilligers. En dat zijn er ook 22. En we hebben nog een aantal vrijwilligers die in de coronatijd gestopt zijn. En waar we nog geen afscheid van hadden genomen. Dus die zijn er vandaag ook. Ik ben heel blij dat wij hier vandaag mogen zijn samen met de wethouder. En dat we gewoon het 12,5 jaar jubileum mee mogen vieren. De wekelijkse maaltijd die de deelnemers krijgen wordt gemaakt door een lokale cateraar. En bestaat vaak uit... Hollandse pad, altijd. Ook boerenkool als moet. En zuurkool, maar dat eet we niet. Dus. Ja. Maar we hebben altijd keuzes, twee menus. Dus lust we het ene niet, dan pakken we het andere wel. Hè. Maar buiten het eten is de hoofdzaak eigenlijk... De gezelligheid onder elkaar, gezellig. Ik kijk er iedere week naar uit, naar de donderdag. Ja, dat is eigenlijk de hoofdzaak, ook de gezelligheid. Ja. Het gaat niet zozeer over het eten, maar toch iedere week elkaar gezien. En kletsen, nieuws. Ik ben het meeste trots op als de mensen naar huis gaan en zeggen... we hebben heerlijk gegeten, we hebben heerlijk weer een beetje bijgekletst. En tot de volgende week. Mooi. Laat het u smaken. Ja, het Nijmaterrein is voor Nijmegenaren niet onbekend. Een culturele broedplaats waar gefeest en gewerkt wordt en waar de laatste tijd ook veel bouwmachines te vinden zijn. Nijma is namelijk nog steeds aan het groeien. Hoe staat het er momenteel eigenlijk voor met dit terrein? Wat ooit een kunstzijde spinnerij was, is nu een plek voor tijdelijke ondernemers en wordt straks een bruisende culturele broedplaats. Het Nijmaterrein groeit snel. Een aanjager van Stichting Fasum, Teun van Tevelen, geeft alvast een kijkje achter de schermen. Ja, ik vind het een hele mooie plek, denk ik, omdat je hier echt het overzicht hebt een beetje over de Nijma. En we staan nu in de Fasum. We kijken hier over het Waalplein heet dat. Over de Waal heen, over de Watertoren, die toch wel iconisch is volgens mij. Het is een terrein met een concept, denk ik. Hè. Het zijn allemaal, we proberen allemaal ondernemers hierheen te krijgen. Er zitten er heel veel, wat eigenlijk een soort van pioniers zijn. Een plek om te pionieren. Dat maakt dat je hier kan experimenteren, dat je hier dingen tegenkomt die je eigenlijk nergens anders tegenkomt. Op deze plek zit nog geen ondernemer. Je hoort ook echt de leegte door die... Ja, er mag nog wat gebeuren hier. Ja, zeker. Nou, er zijn wel op verschillende plekken al opties. Het loopt ook super hard. Maar we zijn nog wel heel hard bezig om er een mooie plek van te maken, zeker. Het Nijmaterrein bevat gebouwen met honderden ondernemingen. Zo zitten er bij de Fasum allerlei creatieve ondernemers. Sporters, maar bijvoorbeeld ook escape rooms. Ja, we zijn nou bij ROX Escape Room. Ik denk wel dat het een beetje laat zien de variëteit wat er allemaal zit, zeg maar, qua ondernemers. Deze zit er ongeveer 3-4 maanden nu. Met Fasum zijn we bijna klaar. We hebben hier aan de andere kant, waar we net op uitkeken, de Nijmegenmakersplaats. En daar zitten echt de meubelmakers, de keramiek, potten en andere voorwerpen die ze maken. En de gemeente dacht van, nou, laten we dit dan omarmen en dit gebied, de Nijma, een broedplaats maken. Een plek maken voor creatieve ondernemers. En eigenlijk ben ik daar zelf ingehaakt. Samen met ongeveer 120 andere ondernemers hebben we gezegd van, wij weten wel hoe je dit zou moeten doen. En wat die ondernemers verbindt, is dat ze allemaal pioniers zijn. Samen maken ze dit fabrieksterrein tot een Nijmeegse hotspot. En niet alleen de gebouwen, maar ook de ruimte eromheen. We maken gaten in de bestaande openbare ruimte. En we laten eigenlijk de natuur weer zijn gang gaan. We laten hem eigenlijk gewoon terugkeren in het gebied.
Het is een experiment. We weten niet wat er terugkomt. We weten wat voor soort planten we verwachten en soms helpen we een handje. Maar eigenlijk mag de natuur weer gewoon de plek over gaan nemen. Buiten wordt het groener en binnen wordt er al hard gewerkt aan een meubelmakersplaats. En het toffe vind ik hier zijn dus eigenlijk drie eigenaren die dit zelf gekocht hebben. Geld bij elkaar hebben weten te krijgen om dit helemaal te gaan verbouwen. Dat vind ik wel heel tof dat het vanuit onderop gegroeid is eigenlijk. En wat heeft dat voor een effect op deze werkomgeving? Nou, ik denk dat iedereen die hier in de Nijmegen Makersplaats zit, echt onderdeel is van de community, zeg maar. Want, ja, het voelt gewoon heel erg eigen. Nou, we doen aan organische gebiedsontwikkeling, zeg maar. Ik denk dat we hier nog al 15 jaar kunnen doorontwikkelen, misschien wel langer. Dat maakt eigenlijk niet uit. Dat geeft denk ik de charme aan het gebied, dat als jij de eerste keer komt, denk je, oh vet. Kom je nog een keer en denk je, hey, dit is helemaal nieuw, dat heb ik nog nooit gezien. En zo blijf je verrast worden op de Nijmegen. Ja, het voorjaar is begonnen en in Beuningen liet men dat niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo was er vorig weekend nog een modeshow op het Julianaplein en op zondag maakte de catwalk plaats voor een heuse bierproeverij. Het was voor het eerst dat er in het dorp zo'n proeverij werd georganiseerd. Dus was het even spannend of het allemaal zou aanslaan. Maar het voorjaarszonnetje deed zijn werk en maakte er toch een succes van. Ja, we zijn hier op de eerste Beuningse bierproeverij. En die hebben we eigenlijk in een paar maanden ontwikkeld, om het zo maar te zeggen. En we zien het resultaat. We hebben best wel leuke brouwers bij elkaar. Wat slijterijen. En ik hoop dat dit wel een mooi succes wordt eigenlijk vandaag. En als ik het goed begrijp, is het ook allemaal best wel lokaal bier? Ja, klopt ja. We hebben wat brouwers uit Nijmegen, uit Wijchen. Volgens mij uit Alverna. En ja, het wordt gewoon een heel leuk feestje vandaag. Ja. Amerikaanse stijlen, hoprijk, smaakvol. Maar ook zuurbiertjes, dat is een beetje waar je dan aan moet denken. En dit is best wel een jonge organisatie, klopt dat? Ja, klopt. Ja. Ja. Daarnaast is het ook leuk om te vertellen, wij zijn een sociale onderneming. Wij hebben mensen in dienst die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. En op die manier hebben we een hele mooie bedrijfsvoering. Ik zie insectenbier, dat is voor mij helemaal nieuw. Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat is bier en het is verrijkt met een insectenmeel. En daar zitten dus eiwitten in van insecten. En wat is dat dan voor een insectenmeel? Hoe moet ik dat? Er zitten echt insecten in? Of? Ja, er zitten echt insecten in en het is in dit geval de meeltrog. Nou jongens, mijn eerste insectenbiertje. Kijk, ik ben heel erg benieuwd. Alsjeblieft. Nou, een soort van proost dan. Proost. Ja. Blondje. Het is echt serieus heel lekker. Ja. Hoeveelste biertje zit je aan? Vier. En je bent een lijstje aan het afgaan? Ja, je krijgt een stempelkaart. En dan voor elke brouwerij dan neem je een biertje en dan krijg je daarna een pakketje mee. Welk biertje ben je aan het drinken? De Engel. Witte. Witte Engel. Van Brouwerij de Hemel? Ja. En hoe bevalt die? Ja, die ken ik al. Dus. Okay, nou, dat is een veilige keuze. Een hele veilige keuze. Oké, en hoeveel moet je er dan nog? Ik zou nog... Nog drie, hè? Ja, dan moeten er nog drie. Nog drie. En welke is tot nu toe je favoriet? Ik zal even deze proeven. Kijk, deze is wel lekker. Ja, de verhalen van Asterix en Obelix. Wie kent ze niet? Ze kwamen overal in het Romeinse Rijk, behalve in Nederland. Daarom besloot stripuitgever Mark de Lobby zelf het initiatief te nemen om een stripboek uit te geven over de Romeinen in Nederland. De Romeinen deel 1, de Bataafse opstand, wordt de naam van de strip. Ik heb wel op school van alles erover geleerd, maar dat was wel best wel weggezakt. En het meeste wat ik wist was eigenlijk van Asterix. Dus Asterix en Obelix. Dus dat was best wel weggezakt. Maar toen ik het verhaal las en ook de documentaire van de NPO zag, het verhaal van Nederland, dat ging ook nog op dit in. Toen was ik eigenlijk wel weer goed ingelezen. En er zit ook achter de strip een heel historisch geweten die heel goed documentatie aanleverde en allemaal dat soort dingen. Met alle documentaires die Tim kreeg over deze periode van de geschiedenis, kon hij beginnen met schetsen. Al moest hij zelf nog wel een paar dingen zelf onderzoeken. Je gaat wel eerst een beetje op zoek van hoe teken je nou zo'n Romeinse uitrusting bijvoorbeeld. Hoe waren de Bataven gekleed destijds, voor zover ze het weten. Dus dat is eigenlijk nog een hoop onderzoek. Dat werd al voor mij gedaan, maar ik moest het wel vertalen naar een tekenstijl. Dus toen ik eenmaal wat karakters had geschetst en dat soort dingen, toen kreeg ik de scenario pagina's binnen. Dus daar
heeft de schrijver die heeft dan de pagina al een beetje ingedeeld met wat er op welk plaatje gebeurt. En vervolgens ga ik dat netjes uitwerken in stripvorm. Het tekenen van de schetsen voor dit stripboek kost Tim wel wat meer tijd dan normaal. Een strip als deze is het best wel een hoop schetswerk. En het moet vaak heen en weer naar het historisch geweten in dit geval. Om te kijken of alle kommetjes en potjes en uitrusting dingetjes wel kloppen. Maar gemiddeld met schetsen ben ik dan anderhalve dag bezig. En vervolgens werk ik dat dan nog uit in Oost-Indische inkt. En dat kost me ook nog een werkdag. Dus zeg maar 2,5, soms 3 dagen per bladzijde. Nu het stripboek af is, is de vraag of er nog meerdere delen komen over de Romeinen in Nederland. We zijn nog in gesprek daarover. De opdracht ligt wel bij het schrijven om een tweede verhaal te gaan schrijven. En dat komt dan in de reeks, maar dat wordt waarschijnlijk wel een verhaal in een andere periode. Weer een andere opstand of een ander iets wat hier in Nederland zich afspeelde. Als het tweede deel er ooit komt, hoopt Tim er weer aan mee te mogen werken. Het is wel leuk als je een serie start dat je er ook zelf verder mee gaat. Dus, ja. Het boek zal vanaf 1 april te bemachtigen zijn in de Nederlandse boekhandels. Ja, op Dierenpark De Kleine Kern in Lent is een vierling van geitjes geboren. Op maandag 20 maart is moedergeit Bella bevallen van de geitjes. Vorige week zijn we bij de dierenpark langs gegaan om te kijken hoe het met de geitjes gaat. Nou Riet, fijn dat wij even langs zijn gekomen. Ja. Leuk dat er ook geitjes zijn geboren op deze kinderboerderij. Ja. En hoe vindt u het dat deze kinderboerderij een vierling geitjes heeft gekregen? Ja, het is voor ons ook heel bijzonder. Normaal gesproken krijgt een geit 1 of 2, hè, hooguit. Ze hebben ook maar 2 spenen, hè, dus de natuur heeft het allemaal prima geregeld. Mijn verbazing was groot toen ik hier 's middags kwam en de staldeur opendeed en 4 van die kleine toetjes me aanstonden te kijken. Ik heb echt 2 keer moeten kijken. Echt zo van, jee, dit is ongelooflijk. Alles is gezond, alles is, doet het prima, dus helemaal leuk. We zijn er hartstikke blij mee. Ja. Dus misschien wil je wel even een kijkje nemen. Ja, laten we nou eens gaan kijken bij de geitjes. Okay. De geitjes zijn nog gescheiden van de andere dieren omdat ze nog aan andere dieren moeten wennen. Wel mocht onze verslaggever Jari een geitje vasthouden. Kijk. Ja. Zijn wel leuke beesten. Wil je er even vasthouden? Ik kan het wel proberen, ja. Nou, ze bijten niet hoor. Nee. Kijk, dit zijn ze. Ja, laat je maar horen, vrouwtje. Hè? Ja. De meisjes zijn het grootst. Ja? Ja. En dit is dat de altijd zo bij geitjes? Nee, dat is gewoon puur toeval. En, hey, dit is Pien. Ja, en dat is Benjamin. Dus dat is dus Benjamin. Ja, dat is Benjamin. Dat is wel een leuk geitje, ja. Ja, maar als je nu al naar de poten van de dames kijkt, dan zie je dat het stevige meiden gaan worden. Voor de verzorging is een hoop geld nodig. Het is nog niet duidelijk of alle geitjes op het park kunnen blijven. Daarom hoopt Riet dat er mensen zijn die het dierenpark willen ondersteunen. Kunnen alle 4 geitjes blijven op dit park of is dat nog niet zeker? Dat is nog niet zeker. Nee, dat is nog niet zeker. Dus ik hoop dat ze... Dat het stukje in de krant en dat jullie berichtje daartoe bijdragen dat mensen ons willen ondersteunen. Ja. En dan kunnen ze naar onze Facebookpagina gaan, De Kleine Kern. En daar staan ook alle foto's op, daar staan onze bankrekeningnummers op. En elk bedrag in welke vorm dan ook is gewoon welkom. En dit was het RN7 regionieuws van Tweede Paasdag. Nu op RN7 kun je kijken naar de streken en wij zijn er morgen weer met een reguliere nieuwsuitzending. Tot dan!